Hey. Ja, doe mij maar een milkshake. Lekker. Hallo. Mag ik 2 milkshakes, aardbei en 1 McFlurry alsjeblieft. We werken al ruim 30 jaar samen met Friesland Campina voor de levering van zuivel voor onze iconische producten zoals onder andere de milkshake of de McFlurry. De samenwerking met Friesland Campina beperkt zich niet alleen tot het leveren van ingrediënten, maar gaat ook verder en we hebben een gezamenlijke missie. En samen werken we eraan om de broeikasgasuitstoot die vrijkomt bij de productie van melk te verminderen. McDonald's wil de verantwoordelijkheid nemen om broeikasgasreductie te realiseren. Dit doen we door samen te werken met alle partners in de keten en te werken aan oplossingen die de negatieve impact op het klimaat beperken. Er zijn een groot aantal voorbeelden. Al onze restaurants worden bevoorraad door vrachtwagens die rijden op 100% gerecycled frituurolie. We passen onze verpakkingen aan en alle nieuwe restaurants die we bouwen zijn 100% elektrisch. Samen willen we de broeikasgasuitstoot die ontstaat bij de productie van zuivelproducten die richting ons restaurant gaan, versneld terugdringen. Friesland Campina zet zich al een hele lange tijd in om op een duurzame manier zuivelproducten te produceren. Onze melkveehouders spelen hierin een cruciale rol door op hun melkveebedrijf duurzamer te werken. Naast dat we al tientallen jaren melk leveren van onze leden aan McDonald's voor prachtige producten, bestaat deze samenwerking in Nederland en België uit een beloning voor het werk wat onze boeren doen met betrekking tot klimaat. Dit heeft als resultaat dat er een broeikasgasreductie van 14% gerealiseerd gaat worden in de periode 2019-2025. Voor onze afnemers is het ontzettend belangrijk dat wij melk leveren met een kleine klimaatafdruk. Samenwerken met waardevolle partners zoals McDonald's is zeer belangrijk voor een positieve impact. Zo kunnen wij onze leden melkveehouders blijven ondersteunen en belonen. De afgelopen jaren hebben we al verschillende duurzaamheidsmaatregelen genomen. Een van die maatregelen is dat onze staldaken vol liggen met 700 zonnepanelen. Hierdoor zijn we niet alleen CO2-neutraal, maar zijn we ook energieleverancier geworden. De koeien lopen zoveel mogelijk in de wei. Ze eten dus veel vers gras. Dat gras dat vullen we aan met krachtvoer en daarmee selecteren we krachtvoerders die een lagere broeikasgasemissie geven. In de toekomst willen we onze methaanemissie nog verder verlagen. Methaan is een belangrijk klimaatgas, dus het is belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Wij willen dat doen om onze koeien meer vers gras in de wei te laten eten en een deel van ons krachtvoer te gaan vervangen door bijproducten. Bijproduct dat is een reststroop uit de voedingsindustrie, zoals bierborstel of perspulp. Om deze maatregelen te bekostigen zijn we afhankelijk van een goede melkprijs. En natuurlijk ook van een extra beloning vanuit het programma Focus Planet Duurzame Ontwikkeling. Ik ben erg gemotiveerd om de uitstoot van ons bedrijf nog verder te reduceren. Als boeren kunnen we dat niet alleen. Ik ben dus daarom ook heel blij dat Friesland Campina en McDonald's een samenwerking hebben gevonden om te zorgen dat er een beter verdienvermogen kan komen voor de boer. Dit is ook nodig zodat wij op ons bedrijf nog verdere stappen kunnen zetten om onze broeikasgasuitstoot nog verder te verlagen. Al is het fantastisch dat onze melk in deze mooie producten gaat en dat we samen kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.